Mijn naam is Bart Moeijaert. Ik ben schrijver, dichter. Ik doe veel met woorden. Wat ik wil bijdragen aan de virtuele vitrine is mijn passie voor papier. Papier in de vorm van schriften. Het is ziekelijk. Liefde is begonnen als kind. Ik kom uit een groot gezin. En ben opgegroeid in een periode waar mensen bij tankstations gratis schriften kregen met een vlinder erop of een leeuw. En die kreeg ik doorgespeeld om in te tekenen en in te schrijven. Die liefde is daar begonnen, want dit is een van de schriften, een van de eerste schriften, waar mijn tweede boek in terecht gekomen is. Het waren schriften met ringen, ze hangen uit elkaar omdat ik ze al vaak heb laten zien. Maar dit is het enige schrift wat ik echt laat zien, de rest zit mooi in een doos. Ik heb het meegenomen, die liefde heb ik meegenomen van toen af. De liefde is mooier geworden, in de zin dat ik ook schriften begon te kopen die ik nooit gebruik. Dit is maar een deel van de verzameling, vandaar dat ik het ook ziekelijk noem. Het zijn mooie schriften die mooi uitgegeven zijn, die ook lekker ruiken. Het gaat niet eens om het papier, maar ook om het tactiele, dat het mooi papier is. Dat het mooi ingebonden is, dat er bijvoorbeeld een leeslint aan toegevoegd is. Ik heb ze nooit gebruikt. Ik heb in een periode 2 exemplaren gekocht, omdat ik dan ervan overtuigd was dat ik 1 exemplaar wel zou gebruiken en het andere bij de verzameling zou voegen, maar ook dat lukte niet. Ik heb ook een periode gedacht, ik geef ze nu cadeau, vanaf nu geef ik ze echt cadeau, maar ook dat lukte niet, want je denkt toch van, op een dag wil ik misschien in dit Florentijnse schrift iets gaan doen. Of wie weet, heb ik mijn harigste schrift nodig. Dus cadeau geven doe je niet. Heel af en toe slaag ik erin om een van de mooiere schriften te gebruiken, om daar dan echt iets mee te gaan doen. Zoals Graz is ontstaan in dit ene schrift, wat ik toevallig bij me had op café in Graz in Oostenrijk. En waar ik de eerste bladzijde van het boek ingeschreven heb. Ik kan het laten zien. Het is een beetje geschrapt, maar bijna niet. Natuurlijk wijkt deze versie af van wat het uiteindelijk geworden is in het boek. Maar dat is een van de weinige keren dat ik echt zo'n mooi schrift nog eens gebruikt heb. En tot slot, hoe ver de afwijking kan gaan op rommelmarkten en dergelijke, zoek ik ook naar kleine schriften. En dit is niet echt een schrift, maar een klein agenda uit 1943, waar iemand, die ik dus niet ken, notities in gemaakt heeft over de verkoudheid die persoon had en dat Vicks helpt om de luchtwegen open te zetten of om iets te genezen, zeg maar. Op vrijdag 26 februari 1943 had deze persoon geen koorts. Dat moet een hele geruststelling zijn. Deze schriften, tenminste agendatjes dus, merkwaardigste bij de verzameling zijn deze 2 kleine vieze schriften waar iemand notities in gemaakt heeft. Ik kan nauwelijks ontcijferen wat de notities opslaan. Het zijn lijstjes die daarna zijn doorgeschrapt. Ze lijken geen functie te hebben. Soms denk ik heeft het te maken met kruiswoordpuzzels of ik heb geen idee. Maar het is mij duidelijk, als ik dit dan in handen krijg, hoe smerig het ook is, ik moet het hebben, want het is een schrift. En dan komt het bij de verzameling te liggen. Vanwege mijn liefde voor papier wil ik mijn hele verzameling, en dit is er dan nog maar een deel van, bijdragen aan de virtuele vitrine.